We zijn hier in de sporthal De Run. Sporthal De Run, de binnensportaccommodatie in Berlikum, die inmiddels alweer ruim 40 jaar oud is. Dat zie je als je hier binnenkomt aan het gebouw. Het is toch echt gedateerd. Maar nog veel belangrijker is dat de sporthal veel te klein is. De capaciteit is volstrekt onvoldoende om huisvesting te kunnen bieden voor alle Berlikumse binnensportverenigingen. Het resultaat is dat hele horde sporters vanuit hier naar andere sporthallen in de regio reizen. Om daar aan te trainen en wedstrijden te spelen. En dat kan eigenlijk niet. Nee. En daarom hebben wij vanuit de PPA alle binnensportverenigingen bijeengeroepen. Om te kijken wat nou echt de wensen en behoeften zijn van de binnensportverenigingen. Met name hier in de Run. Daaropvolgend hebben wij een initiatiefvoorstel gemaakt. En die is unaniem aangenomen. We hebben dat vooral gedaan omdat die nieuwe of gerenoveerde sporthal al heel lang op een wensenlijstje staat. Maar er wordt nooit op doorgepakt. Dat heeft natuurlijk ook te maken gehad met de kosten die daarmee verbonden zijn. Maar we willen dat nu echt verder brengen. Nou. Oké, er is een heleboel gebeurd. Gesprekken met gebruikers, discussies in de gemeenteraad. Dus dat hebben we met succes afgerond. En daarom moeten we het nu ook een stap verder brengen. Het initiatiefvoorstel is stap 1 en in de volgende bestuursperiode gaat de PPA ervoor om een nieuwe, vernieuwde sporthal De Run te realiseren. Want dat is uiteindelijk het einddoel, dat iedereen kan sporten in haar eigen dorp. En willen we een nieuwe sporthal? Ja!